Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering, vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Marlies Dekkers en vandaag heb ik te gast Tamara de Weijer. En we gaan het hebben over haar boek Gezondheid en ziek worden. Tamara, welkom. Jij bent huisarts en jij hebt een boek geschreven, Eet beter in 28 dagen. Ja, dat klopt. Kan jij jezelf eens even introduceren? Ja, zeker. Waarom vond jij het nodig om dit boek te schrijven? Ik ben nu 4 jaar huisarts, maar ik merkte al vanuit mijn opleiding dat wij als dokter veel te weinig aandacht hebben voor voeding en leefstijl. En ik ben daar zelf 1 jaar of 7 mee in contact gekomen. Want ik vanuit mijn opleiding heb ik daar eigenlijk ook niks over geleerd. Hey, want hoeveel uur krijgen jullie les daarin? Dat is vrij pijnlijk, hè? Ik denk 9 jaar zo'n 1 tot 2 dagen. Ja. Terwijl meer dan de helft van de problemen die ik op mijn spreker zie is voeding of leefstijl gerelateerd. Dus dat staat dus totaal niet met elkaar. Er gaat echt iets mis. Er gaat echt iets ongelooflijk mis. Dus ik was daar zelf, ik had ook nooit iets met het onderwerp. Ik was ook al 10 jaar lang in het lijnen. En ik heb alle Modifast en Slimfast en Herbalife en alle diëten. Dus je had eigenlijk je opleiding en dan met jezelf was je vooral bezig van wat is nou gezond? Wat is gezond leven? Precies, en ik probeerde dan weer iets in een paar weken. En dan was ik weer enorm gedesillusioneerd. En dacht ik, laat maar. Dan ben ik maar wat zwaarder. En toen ben ik 7 jaar geleden, na de geboorte van mijn eerste dochter, door een vriendin, ook huisarts, anders gaan eten. En was ik eigenlijk binnen no time, was ik 20 kilo. Want ik was 20 kilo zwaarder dan nu. Dus ik was die kilo's kwijt. Maar wat voor mij eigenlijk nog veel belangrijker was, was dat ik me veel fitter voelde dan daarvoor. Want ik was altijd moe. Je denkt dan een drukke baan, een kindje of een zwanger. Maar toen voelde ik me veel fitter. En ik had toen al zo'n 15 jaar prikkelbare darm. En toen voor het eerst sinds 15 jaar had ik gewoon helemaal geen darmklachten meer. Terwijl de huisarts en de internist hadden gezegd, dus prikkelbare darm, leer er maar mee leven. En jij zegt dat eigenlijk ook als huisarts? Dat zou ik ook zeggen. En dan zou ik zeggen, pas maar een beetje op met prik en een beetje met gekruid eten. Maar ja, dit hoort nou eenmaal een beetje bij je. Ja, en ik weet nu sinds 7 jaar, ik heb nooit meer buikpijnklachten. Dus mijn hele standaard is echt helemaal veranderd. Dus toen ben ik dat in de praktijk ook gaan doen met patiënten. Eerst nog een beetje terughoudend, want ik dacht, je hoort een pilletje te geven. Ja, en ik was helemaal niet zo opgeleid. Ik voelde me ook helemaal geen expert op dat gebied. Maar eigenlijk door een beetje een patiënt die zegt, ik wil het eigenlijk gewoon anders. Een beetje eigenwijs. Dacht ik van, en die vroeg mij, kan je me niet helpen? Ik wil eigenlijk helemaal geen pillen. Man met diabetes, met suikerziekte. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Ja, en de afgelopen 5 jaar is dit echt mijn core business geworden. Is om mensen echt anders te laten denken. En vooral waarbij het leefstijlgerelateerde ziekten zijn, veel minder pillen en gewoon veel meer leefstijl. En waarbij medicatie echt plan B is in plaats van plan A. En zo zijn we toch een beetje opgevoed als dokters. We hebben ook medicijnen gestudeerd. En, ik vind jullie toch een beetje salesperson. Ja, zo zien wij dat niet. Van de farmacie. Ja. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want we zien heel vaak, ook collega's die zeggen, moet je nou een boek, dat is een commerciële activiteit. Maar wij sponsoren de farma natuurlijk elke dag. En dat doen we echt ook oprecht, omdat we denken dat die pillen mensen beter maken. Ja, omdat je het leert. Dus als je dat leert, dus dan ga je er natuurlijk ook in geloven. Dus dan is er ook heel moeilijk om anders te denken. Ja. Ik ben met jou in aanraking gekomen door mijn ouders. Okay. Mijn vader is diabetes 2 en ik zeg eigenlijk al 10 jaar lang van, weet je, het verband tussen voeding en diabetes 2. En dat is een soort, kan net zo goed tegen de muur aan praten. Want de dokter zegt het niet. Ja. Ik luister al heel lang heel veel podcasts, vooral veel uit Amerika van artsen. Dus ik ben al heel lang daarvan op de hoogte hoe groot dat verband is. En dat het ook echt meten is weten is. Dus dat het niet zomaar kletsverhalen is. Alleen, er zit geen verdienmodel aan een kiwi of aan een paprika. Maar toen kwam jij in de krant en ook nog in de lokale krant van wat mijn ouders lezen. Dus in één keer zeiden ze, wat nou toch in de krant stop? Dat zit aan elkaar gekoppeld. Maar ze hebben het dus echt 10 jaar niet gehoord. Maar ik was al heel erg blij, dat het in ieder geval nu in de krant stond. Maar hoe komt het dat we zo in zo'n groot misverstand leven?
Nou ja, ik denk wat wij ons als dokters niet beseffen zijn eigenlijk twee dingen. En het eerste is dat al die pillen geen geneesmiddelen zijn. Nou, je geneest er niet van, van de ziekte. Dus het stelt de complicaties uit. En, maar het geneest ja, mensen niet van de ziekte, want het is een leefstijlgerelateerde ziekte. En jouw vader heeft diabetes, ik neem aan een verworven variant, diabetes ja. type 2. Ja. Die is voor 80-90% is die leefstijl gerelateerd. En een deel is genetisch en een deel, je ziet het ook in bepaalde families, of bepaalde culturen komt dat ook veel meer voor. Maar het gros is gewoon leefstijl gerelateerd. Ja, waarom ga je iets met medicatie oplossen wat leefstijl gerelateerd is? Dus nogmaals, ik ben blij dat we medicatie hebben, maar doe dat echt als het niet anders kan. Maar ga eerst op de leefstijl. Maar hoe ziet dan, want jij bent toch nog steeds in Nederland een van de weinigen. Dus je komt als patiënt bij jou. Hoe ziet er zo'n gesprek uit? Want men komt daar toch voor, een ja. pilletje. Ja, nou, gelukkig ben ik echt lang niet meer de enige. Je ziet, ik ben ook voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. Die heb ik nu bijna 3 jaar geleden opgericht, omdat ik dacht, ja, de dokters moeten echt anders gaan denken. Nou, inmiddels hebben we 1200 leden, van wie ongeveer zo'n 400 huisartsen. Dus er zijn gelukkig wel echt veel meer dokters die ook zo denken. Maar totaal hoeveel huisartsen hebben we? Ja, we hebben zo'n 10.000 huisartsen. Dus het is een begin. Hè. Er zijn 13% ook, zeg maar. Ja, dus er is nog een enorme weg te gaan. Alleen als al die huisartsen 2000 mensen hebben, ja, dan telt dat toch al aardig op. Kijk, en hoe zo'n gesprek bijvoorbeeld met je vader zou kunnen gaan, is je vader komt bij mij en die heeft net de diagnose diabetes. Nou, dan leg ik altijd wat uit over de ziekte en ik leg wat uit over de medicatie en over de bijwerkingen. Ik leg wat uit over de risicofactoren. Dat ik wel, ja, kan een pilletje geven voor het één. Maar hij heeft nog steeds een vergroot risico op hart- en vaatziekten. Op hoge bloeddruk, op oogziekte, op nierziekte. En dat proberen we een beetje te remmen met medicatie. Ja. Vaatproblemen in de benen. Nou, dat is natuurlijk niet een heel aantrekkelijk pad, zeg maar. Of ik zeg, laten we met ons team, dus huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, alles op alles zetten om te kijken of u weer van die diabetes af kan komen. En ik kan u niet beloven dat het lukt, maar ik kan u wel beloven dat wij ons uiterste best gaan doen. Hoe wordt er dan gereageerd? Want ik ben zelf een beetje een foodie. Hmm. En een echt een believer, zeg maar, dat we met lifestyle heel veel kunnen reversen. Dus heel veel kunnen opdraaien, zeg maar, van ziektes. Ja. Ik merk zelfs bij vrienden die toch gewoon gestudeerd hebben, nieuwsgierig in het leven staan, na 2 minuten echt uittunen. Okay. Dus het is op het moment dat je aan hun levensstijl komt, dat je aan hun eten komt, of als je zegt, dan kom je best aan een heilige koe, ben ik achter. Ja, zeker. Dus hoe is dat dan in zo'n praktijk? Nou, de grap is... En is het toch omdat je dokter bent misschien anders? Ja, dat denk ik dus echt. Hè? Er is een heerlijk onderzoek van een aantal jaar geleden, waarin mensen zien dat de 1500 consumenten hebben ze gevraagd. En dan zien ze dat 95% vindt de arts de hoogste autoriteit op het gebied van voeding. Dus echt ook voor beide diëtisten en het voedingscentrum. Wow, terwijl jullie dus twee dagen krijgen in een opleiding van 9 jaar. Ja, dus vandaar ook dat wij echt ook als de sodemieter ook dokters aan duispijkeren zijn. Want als mensen die vraag dan vervolgens krijgen, zorg professionals, nou ja, moet je wel weten wat je natuurlijk gaat vertellen. Ik ben erachter gekomen de afgelopen jaren dat mensen moeten de pijn voelen. Dus ze moeten een klacht of een aandoening of een medicijn hebben. En dan zijn ze echt gemotiveerd. Want als je het bijvoorbeeld wil doen alleen maar om een beetje af te vallen, ja, dan moet je wel echt heel gemotiveerd zijn. Ja, al is schoonheid voor veel mensen toch ook een belangrijk onderwerp. Zeker, maar je ziet met name eigenlijk het hoe hou je het vol, is alleen maar om af te vallen best wel lastig. Maar als jij direct ziet dat jij je pillen kan afbouwen, dat jij veel minder hoofdpijnklachten hebt, dat jij je veel fitter voelt en veel minder moe bent, dat je veel minder darmklachten hebt. Ik heb bijvoorbeeld zelf een prikkelbare darm. Ja, dat zal ik ook altijd zo houden, maar ik heb daar in principe nooit meer last van. Tenzij, en ik weet een beetje waar mijn Achilleshiel zit, pizza, chips, dat soort dingen, ja, dan krijg ik automatisch meer klachten. Hè. Ja, maar is bijvoorbeeld zo'n prikkelbare darm? Ja, je bent er misschien extra gevoelig voor, maar in principe ben je gevoelig voor slecht eten. Ja. Hè, dus het is niet dat je... je darmen zijn waarschijnlijk gewoon verder prima, alleen die kunnen slecht eten niet digesten. Ja, nou kijk, ik denk, en dat is een beetje wat is genetisch en wat is, wat is je omgeving. Zo ongeveer tussen de 2 en 3 miljoen mensen hebben een prikkelbare darm. En ik ben het helemaal met je eens. Die stoppen gewoon bijna allemaal de verkeerde brandstof in hun darmen. Ja, dus... En bij
een groot deel van de mensen gaat dat blijkbaar goed, hè, maar zie die wel op allerlei andere vlakken krijgen die problemen. Bijvoorbeeld als je in Google intoetst, waarom ben ik, is het eerste wat erachter komt, zo moe. Dus dat is de meest gestelde vraag op Google. Dus zoveel mensen zijn gewoon moe, maar zoveel mensen zijn diesel in een benzineauto aan het gooien. Ja, en bij die mensen komt dat veel meer met vermoeidheid. En ja, bij mij en nog 3 miljoen andere mensen is het dus veel meer darmklachten. Ja, maar dan word je op bepaalde manier nog op tijd gewaarschuwd. Precies. He, dus als voor mij echt een kompas. Je een prikkelbare darmen hebt, dan weet je dus, oké, ik eet verkeerd. Dus ik krijg opgezette darmen. Ja. Ik voel me niet goed. Waardoor je dus gaat zoeken. Ja. Maar bij heel veel mensen ligt die grens heel veel verder. Ja. Maar worden daardoor depressief of krijgen allerlei andere klachten. Ja. Omdat het vanuit de darmen... Ja, die stuurt eigenlijk bijna het hele lichaam aan. Ja, nee, eens. En daarom denk ik is het zo belangrijk dat dokters echt anders opgeleid worden. En dat ze echt op een andere manier gaan kijken. En ik zei al, natuurlijk diabetes en hart- en vaatziekten. Maar je hebt ook migraine en astma en eczeem. En dus alle darmklachten, vermoeidheidsklachten, slechte weerstand. Kunnen we zeggen dat 80% misschien van de ziektes komen uit voeding? Na voeding en leefstijl. Dus voeding is heel belangrijk. Maar stress, slaap, te weinig beweging. Dat zijn ook ontzettend belangrijke. Alcohol, drugs, roken. Ja, reduceren. Dan heb je eigenlijk, ik denk echt wel 80% te pakken hoor. Ja, en dan ziet dus, als je het dan hebben, dit programma heet Voor de Ommekeer. Ja. Dan ziet natuurlijk het vak huisarts er in één keer heel anders uit. Ja, dan zijn we weer bezig met gezondheidszorg. Ja. We zijn nu bezig met ziekenzorg. En eigenlijk zou je... Dus het is eigenlijk ook een heel gek systeem. Hè? Wij worden beloond eigenlijk hoe zieker mensen zijn, hoe meer geld wij krijgen. Ja. Dat is natuurlijk al een heel gek systeem. Dat is een hele perverse prikkel eigenlijk. En wat je eigenlijk wil is weer terug naar de oude Chinese dorpsdokters. Die werden betaald om hun populatie zo gezond mogelijk te houden. En die werden dan financieel gekort als mensen ziek werden. Nou, dat lijkt me een beetje ver gaan in deze maatschappij waar het ook natuurlijk... Ja, we leven ook best wel in een obesogene omgeving, hè? Nou, best wel heel erg, hè? Nou ja, Dus hoeveel... Nee, ik weet, in Engeland is het al over de 50% bijvoorbeeld. Met overgewicht of obesitas? Ja, obesitas. 49% in Nederland. In Nederland al 49%. Ja, dus dat is overgewicht of obesitas. En we gaan volgens de toekomstverkenning RIVM... Dus de berekeningen, als we nu echt niks beleidsarm is, dus als we niks gaan doen, dan gaan we naar 62%. Dus dan heeft 2/3 van Nederland heeft overgewicht of obesitas. En wanneer, wat is de maatstaf? Wanneer val je daarin? Een BMI boven de 25 heb je overgewicht en een BMI boven de 30 heb je obesitas. Kijk, en zit je op een BMI van 26 of 27, is er waarschijnlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Maar zit je echt richting die 30 of daaroverheen, dan zien we dat mensen veel meer kans hebben op diabetes, hart- en vaatziekten, beroertes. Maar ook kanker, hè? Zeker bijvoorbeeld darmkanker, borstkanker, zijn allemaal leefstijlgerelateerd. Nou ja, en zover als ik door mijn podcast goed geïnformeerd ben, is het lichaam maakt ook gewoon de keuze om je door die dag nog wel goed heen te komen. Mm-hmm. Maar het is vooral op long term, hè? Dat hij tekorten heeft aan goede voedingsstoffen. Ja. Dat je dus daardoor al die ziektes gaat ontwikkelen. Welvaartziektes, of hoe moeten we ze noemen? Ja, welvaartziektes. Nee, wij hebben zo'n goed zelfherstellend vermogen. Ja, dus het lichaam is... Waanzinnig hoe deze machine gewoon in elkaar zit. Iedere keer maar weer weet het op te lossen. Ook al krijgt hij eigenlijk bijna niets, dan weet hij toch... Ja. Zelfs uit proteïne koolhydraten te halen. En weet je, dat weet hij allemaal geniaal op te lossen. Ja. Maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. En ik moet even denken aan de patiënten van me. Er was een meisje van 17, die kwam bij mij met haar moeder op het spreekuur. En de meisje was zo moe. En die klacht zien we heel veel op ons spreekuur. En die moeder was heel bezorgd. En die zegt, het gaat echt niet goed. En ik wil bloedonderzoek en ik wil naar de internist. Want er is echt iets mis met mijn kind. Dus ik heb het kind nagekeken. Eerst ging ik nog altijd in discussie over het bloedonderzoek. Inmiddels, ik ben zelf moeder van 2 kinderen. Ja. Dat kan je met een moeder wel doen, maar dat heeft niet veel zin. Dus ik bloedonderzoek ook aangevraagd, kwam niks uit. Maar ik vroeg ook, wil jij eens een aantal dagen bijhouden? Wat je eet, wat je drinkt, hoe je slaapt. Hoeveel je op de smartphone zit, neem je die mee naar boven. Dat doet ook natuurlijk echt allemaal wat op je herstel. En toen kreeg ik die voedingslijst kreeg ik terug. En toen zag ik dat ze bijna alleen maar witte broodjes met Nutella had. Ja. Dus ik dacht, oké. Dus ik daar word je moe van. Ja, dus ik zeg, ik zie helemaal geen groenten staan. Zegt ze, daar hou ik niet zo van. Dus al 2 jaar leefde dat kind bijna alleen maar op witte broodjes met Nutella. En die moeder was al lang blij dat ze at. Dus al 2 jaar lang
had dat lichaam uit die hele sobere voeding toch blijkbaar nog voldoende energie om nog te kunnen denken en nog te kunnen lopen. Ja. Maar ja, na 2 jaar was het gewoon op. Dat lijf was helemaal kapot. En ik heb ze naar de diëtist gestuurd. En binnen 3 maanden had die moeder een volledig ander kind terug. Ja, dat is zo leuk. Ja. Dat is zo, heeft zoveel voldoening. Ja. Maar dat jij zegt bloedonderzoek, dat huisartsen zijn daar een beetje terughoudend in. Nou, ik gun mezelf particulier dat ik dat dus wel laat doen. Ja. Dus ik laat mijn bloed zo om de 3 maanden checken op allerlei vitamine, mineralen. Ja. Omdat het ook steeds meer blijkt van, ik geloof dat je 2 zakken spinazie per dag moet eten, wil je gewoon aan je ijzer komen. Mm. Omdat er steeds minder voedingsstoffen ook zitten in onze groenten en in ons vlees. Omdat we intensieve veeteelt en akkerbouw doen. Dus waarom gaan we niet, zeg maar, daar juist wel meer op checken? En dat je ziet van, hé, maar je hebt tekort aan selenium, of heb je tekort aan ijzer of vitamine D. Dus dat we moeten het daar gaan zoeken. Ja, maar dan moet je er wel verstand van hebben. Want je kan al die dingen wel prikken, maar als je vervolgens geen enkel idee hebt wat je adviseert. En daarom, ik ben inmiddels veel laagdrempeliger geworden in labonderzoek, hoor, bloedonderzoeken. Maar je moet het wel weten waar je het over hebt. Kijk, en dus daar is een kennisleek bij de huisartsen. Absoluut. Kijk, en ik denk wat jij nu vertelt klopt helemaal. We denken dat er nog maar 1/3 van wat er ooit in heeft gezet, en dat er nu nog in zit. Bij biologisch is dat iets beter, hè, omdat ze wat meer ook wat roulatie hebben, ook van de gewassen bijvoorbeeld. Ja. Je hebt steeds meer mensen die ook vegetarisch of zelfs veganistisch eten. Ja. Nou, dan moet je al helemaal echt met een diëtist. Met heel veel tekorten gaan die komen. Precies. Hè? Dus, denken dus een goede levensstijl, zeg maar. Juist gezond. Want iedereen wil wel, maar er is geen consensus over wat is dan goed. Wat is dan gezond? En dat is natuurlijk een super lastige vraag ook. Want ik denk, globaal weten we het wel. Hè? Globaal is het gewoon meer groente, fruit, noten, zaden, olijfolie, een beetje vette vis, wat minder vlees, wat volkoren granen, wat eieren, wat zuivel. Alleen in welke hoeveelheden met elkaar? Ja, daar stoeien we al, ik denk misschien wel 100 jaar met elkaar over. Ja, want ik denk dat iedereen die dit jou hoort zeggen, die denkt, dat doe ik. Ja. Ja. Dus, en toch klopt het niet. Ja, dat vind ik heel grappig, want heel veel mensen zeggen dat, Arnie, maar ik eet echt super gezond. En ik vraag ze dan dus 3 dagen bij te houden wat ze eten en drinken. Ja, en dan zie ik gewoon suiker, 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 suiker. Want heel veel mensen denken bijvoorbeeld dat een bruin brood hetzelfde is als een volkoren brood. Maar dat weet je ook al vast. Het is heel vaak gekleurd wit brood. Ja. Dus er zit gewoon kleurstof in. Dus mensen moeten naar de ingrediëntenlijst kijken. Ja. En als het eerste ingrediënt, dus je hebt ingrediënten dubbele punt, en dan het eerste is volkoren meel, dan is het echt een volkoren brood. Maar heel vaak is er meer zaden, meer pitten. Ja. Ze zijn er heel handig in. Tuurlijk. Om de consument natuurlijk ook mega om de tuin te leiden. Ja. Maar ook dat koolhydraten uiteindelijk ook suikers zijn. Hè? Dus daar zit natuurlijk ook, wat is nou koolhydraten, wat is nou proteïne, wat is eiwitten. Ja. Gewoon ook die kennis. Mensen gooien alles door elkaar heen en weten dus niet goed, weet je, van wat is nou gezond? Ja, en dat is wel vaak ook iets wat ik gewoon tegenkom bij mijn collega's. Is ook met betrekking tot obesitas, dat mensen zeggen, ja, maar afvallen is super makkelijk. Je moet gewoon een beetje minder eten, meer bewegen. Ja, dan krijg je calorie in, calorie uit. Ja, kunnen we het daarover eens zijn dat dat broodje aap is? Nou, maar kijk, de ene calorie is de andere niet. Kijk, 300 calorieën uit een zalm is heel anders dan 300 calorieën uit een mars. Weet je, het lichaam doet er zoveel anders mee. De omega-3 vetzuren, maar ook gewoon simpelweg de eiwitten, de verzadiging. En ik denk dat we veel meer moeten kijken, goh, wat is voeding in plaats van alleen maar vulling. En 1500 calorieën, 1 Big Mac maaltijd is 1500 calorieën. Maar ja, dat zijn natuurlijk waardeloze calorieën. Daar zit geen enkele vezel in, er zit geen enkele, weet je, de 3 blaadjes sla. Ja, dat gaat het ook niet redden. Kijk, en je kan prima ooit een keer een Big Mac maaltijd eten, maar je moet dat niet als basis hebben. En ik denk dat wij geen enkel idee meer hebben hoe wij de basis goed moeten krijgen. Dat zie je ook in bijna alle, bijvoorbeeld alle gesuikerde drankjes. Vitaminewater is heel vaak gewoon suikerwater met een heel klein beetje vitamine gewoon erbij toegevoegd. Nou ja, en waar ze steeds meer achter komen is dat heel veel ziekten ook gerelateerd zijn in insuline resistant. Precies. Ja, en dat, wat je, als ik het dan op mijn manier even mag uitleggen, dan moet jij maar ingrijpen als het niet helemaal klopt. Maar je lichaam maakt insuline aan om te verteren. Mm-hmm. En als wij
ochtends iets eten en daarna een glas cola en daarna een snack en daarna weer een lunch en daarna weer een snack en daarna nog weer een glas cola. En ja, dan is dat lichaam dus hele tijd bezig met insulinepieks, dat lichaam in te jagen. Mm-hmm. En op een gegeven moment is het lichaam dus insuline resistant. En dan krijg je dus ook dat mensen dik worden en vooral hier in de buikstreek. Ja. En veel ouderdomsziektes, zeg maar, aan het opbouwen zijn. En veel mensen weten dat niet. Nee. Dus dat is ook zo'n kennis die er nu gewoon is. Ja. Je weet, er zijn heel veel ziekten gerelateerd aan insuline resistant. Ik denk dat bijna geen ene huisarts erover heeft. Nee, dat zit niet in onze opleiding ook weer, hè? En je legt het best heel goed uit, dus goed opgelet. Nee, het is inderdaad een hormoon, maar het is een groeihormoon. Het is een anabool hormoon, wat ervoor zorgt dat suiker van de bloedbaan naar de weefsels en de cellen krijgt. Maar dat is gemaakt vanuit echt de oertijd, hè? Dus wij hadden dat echt nodig om in hele barre tijden te overleven. Zodat er ook maar ook voldoende glucose, suiker ook naar die hersens ging, hè? Ook in hele barre tijden. Alleen... Ja, ook weer vanuit dat hele slimme systeem van het lichaam. Dat het zelfs als het bijna niets krijgt, toch blijft functioneren. In de hongerwinter werden er nog steeds baby's geboren. Ja. Nou ja, hoe kan dat? Hoe kan je dan een nieuw leven? Ja. Ja, maar dat lichaam gaat zo... Wij zijn zo goed in schaarste. Alleen wij leven natuurlijk in een leven met in een wereld overvloed. Met enorm veel overvloed. Dus jij zegt nu met cola, maar ook bijvoorbeeld echt een glas vers geperste jus. Ja. Wat mensen natuurlijk denken, dan doe ik het goed. Dus dan denk ik, vitamine C. Alleen, en het geeft inderdaad een insulinepiek, dus een groeihormoon. En je ziet, er zitten gewoon geen vezels meer in. Want alles, zeg maar, alle vezels zijn er gewoon uitgeperst en die blijven in het bakje liggen. Dus eigenlijk is het gewoon suikerwater. Het is gewoon suikerwater. En met een beetje vitamine C. Ook daarbij is het, als je dat nou vreselijk lekker vindt, eet of drink dat nou één keer in de zoveel tijd. Maar doe dat niet elke ochtend omdat je denkt dat je heel gezond bezig bent. En dat is heel veel ook van die smoothies zie ik dan, waar gewoon heel veel fruit in gaat. Ja, dat is hetzelfde. Kijk, groenten... Oké, we gaan het toch eventjes... Ja. Smoothies is 9 van de 10 keer niet gezond. Dus kijk wat erin gaat. Wat moet er wel in? Ja, groenten. Kijk, en in principe... En vezels. En vezels. Kijk, en dus groenten, niet de sapcentrifuge, want er zijn al die vezels eruit. Er zijn eigenlijk alle vezels eruit. Kijk, eigenlijk moet het zo dik zijn dat je het met een lepel eruit haalt en dan gaat kauwen, zodat het ook heel langzaam ook je bloedbaan ingaat. Maar ja, dan vinden we het niet meer zo lekker. Precies, maar zijn wij niet eten heel erg gaan zien van wat ik lekker vind? Dat is, het is zeg maar helemaal niet meer gekoppeld aan wat is goed voor mijn gezondheid, wat is goed voor mijn energie, dat ik me vitaal voel, dat ik... We zien het steeds meer als, we zijn het gaan zien van waar heb ik trek in, waar heb ik zin in, ik moet het lekker vinden. Nou, waar je een beetje een kentering gaat zien is de jongere generatie. Dus je ziet wel, die zijn zoveel bewuster met voeding bezig dan de generatie daarvoor. Hè? Dus ik denk dat die wel veel meer bezig zijn ook echt met gezondheid. Maar ik ben het met je eens, die generatie daarboven. Ja, wij zien voeding ook niet als een medicijn of als een middel wat ons gezonder kan maken of van onze klachten afhelpen. En dat is natuurlijk heel, om even de bruggetje te maken naar de dokters, dat is natuurlijk heel bijzonder. Want als wij klaar zijn met geneeskunde, dan zweren wij allemaal de eed aan Hippocrates. Ja. Dat was de grondlegger van de westerse geneeskunde. En een van zijn bekendste uitspraken, laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. Alleen, dat zijn we helemaal vergeten. Dat is door... toevallig of niet toevallig, eigenlijk sinds de opkomst van de medicatie... Ja. Is voeding en leefstijl steeds meer naar de achtergrond verdwenen. En ja, dus wij houden een vurig pleidooi om dat weer veel meer naar binnen te krijgen in die opleiding. En gelukkig zie je dus ook nu dat ook op alle faculteiten, we hebben 8 faculteiten in Nederland, ook steeds meer voedingsonderwijs wordt aangeboden. Vaak is het een keuzevak. Denk je, ja, een keuzevak, het moet gewoon standaard in. Maar dat is vaak ook de eerste stap. Hè? Maar je ziet ook die jonge dokters zijn zo enthousiast en die willen zo graag. Ja, en dit zijn de dokters van de toekomst. Ja. Dus ja, gaat het dan nog 5 of 10 jaar duren voordat dit helemaal geïmplementeerd is? Ja, dan vind ik het nog best wel heel snel gaan. Maar ik voel, ja, je merkt gewoon aan alles, er is een niet te stoppen beweging gestart. Hè? Ook binnen de overheid met het nieuwe preventieakkoord, met de gecombineerde leefstijlinterventie. Het is nu voor het eerst dat een leefstijlinterventie in het basisverzekering zit. Dus mensen kunnen daar gewoon, hoeven ze niet voor te betalen, gaat niet van het eigen risico af. Ja, dat is nog nooit op deze schaal gebeurd. Zorgverzekeraars willen steeds meer preventie in. Onderzoek is ook wel overdonderend. Hè? Dus op een bepaalde manier, je dat kan is... niet meer anders. Je kan er ook echt niet omheen. Dan steek je echt je kop in het zand. Ja. Als je nu nog zegt, het is niet bewezen, en dat hoor ik soms nog steeds van collega's.
ja, dan heb jij je evidence niet op orde. Nee. Dan heb je echt je evidence niet op orde. Nee, maar ook wat kijk, verwarring creëren is natuurlijk een hele goede marketing tool van de industrie. Dus door allerlei tegenstrijdige berichten de wereld in te sturen. Ja. Waardoor mensen heel erg zoiets hebben, ja, ik weet het ook niet meer. Weet je, de een zegt dit en de ander zegt dat en de ander zegt dat. Nou, dan zeg ik ook altijd, als je gewoon je even echt goed in verdiept, dan is er echt consensus. Mm. Maar hoe kunnen we dan, zeg maar, die... Wat is dan de consensus? Mm-hmm. He, dus jij zei net al, je moet dat en dat en dat en dat eten. Maar wat, in welke hoeveelheden? Ja, die is het dus niet. Kijk, en waar ik heel graag naar kijk, is naar de blue zones, de blauwe zones. Ja. He, voor jou waarschijnlijk bekend, maar... Maar even dat jij voor de kijker, ja. Het zijn 5 gebieden op de wereld waar mensen veel ouder worden en veel gezonder oud. Dus daar is veel minder hart- en vaatziekten, daar is veel minder kanker, veel minder Alzheimer, veel minder diabetes. En toch al tot de 10 en 15 jaar leven ze langer. Precies, de meeste 100-jarigen zijn daar, de oudste mannen. En ja, vitaal, dus niet vitaler. Met chronische ziektes. Veel vitaler. En als je al die leefstijlpatronen op elkaar heen legt, dan zie je dat die mensen bijna allemaal hetzelfde eten. Eigenlijk wat ik net zei, hè, en als je dan puur krijgt naar de groenten, dan is het heel vaak gewoon met het seizoen mee. Gewoon zelf verbouwd, verse kruiden. Want door met de seizoenen mee te eten, krijg je veel meer variatie. Ja. Veel meer kruiden heb je veel minder zout nodig. Er is nergens een sportschool. Dus die mensen lopen gewoon veel, fietsen veel, tuinieren veel. Het is eigenlijk meer om van A naar B te komen, dat soort bewegingen. Ja. En helemaal, weet je, je hoeft helemaal niet 3 keer per week naar de sportschool te gaan. Als jij gewoon zorgt dat je bijna al je boodschappen op de fiets doet. En dat jij de trap pakt in plaats van de roltrap of in plaats van de lift. Ja, dan echt al die kleine beetjes, die helpen echt enorm. En je ziet saamhorigheidsgevoel is daar heel belangrijk. Dus ja, het sociale aspect, samen, hè? Dat komt ook heel erg naar voren. Van dat is heel belangrijk. Dat je voor elkaar zorgt. Dus juist niet het individualistische samenleving, maar juist... community, de tribe. Ja, het doet gewoon wat op je cortisol, op je stresslevel. Je ziet gewoon echt lagere stresslevels bij mensen waar veel saamhorigheid is. En cortisol, dus het stresshormoon, is een snackhormoon. Want dus dat maakt gewoon dat je ook gewoon veel meer wil gaan eten. Want dat is gemaakt voor, ook weer daar vanuit de oertijd, dat wij als wij een sabeltandtijger zagen, dat wij echt als sodomieten maakten dat we wegkwamen. Alleen ja, nu zie je, hebben we echt die acute levensbedreigende stress, hebben we niet meer zo heel veel. Maar iedereen heeft het nou druk natuurlijk. Ervaart stress. Ervaart heel veel stress. En dat is hetzelfde als echte stress, weet je. Of er nou krokodil echt staat of niet staat. Voor het lichaam maakt dat niet uit. Voor het lichaam maakt het niet uit. Die maakt alles aan. Ja, dus stress is ook zo ongelooflijk belangrijk. Dus ik denk op stress, op beweging, op slaap hebben we echt wel veel consensus. Alleen voeding blijft gewoon een heel heikel punt. En je ziet nu, het was vorige week ook op het nieuws, dat de mediterrane landen komen er weer als beste uit. Gewoon het beste voedingspatroon. Dus ja, echt veel groente en het liefst gewoon 300-400 gram per dag. Maar ook de vet. Ja, nog een keer, hoeveel gram? Ja, echt het liefst echt 300-400 gram per dag. En maar ze gaan zelfs... Als je jezelf wil beter maken, gaan ze echt nog... bijvoorbeeld als je MS wil genezen, er zijn nu gevallen bekend. En die gaan echt naar 700-800 gram groente per dag. Hè? Als echt middel van... Nou, ik zou niet weten waar ik moet laten. Nee, ik vind dat ook vrij... Maar ik denk, je doet alles. Hè? Op zo'n moment doe je echt alles. Kijk, en ik ben... Nou, je zegt zelf al genezen. Ik vind dat wel heel lastig. Ik gebruik dat woord zelf nooit. Omdat ik gewoon... Kijk, het is niet zo, je hebt borstkanker gehad, je bent genezen verklaard en je hebt dezelfde kans als iedereen anders om je borstkanker te krijgen of een ander soort kanker. Kijk, het is wel zo, als jij ooit diabetes hebt gehad of colitis of Crohn of een andere aandoening en je kan daar helemaal van afkomen, hè? En je gebruikt geen medicatie, je hebt nauwelijks of geen klachten meer. Maar als jij je oude leefstijl weer oppakt, dan is de kans heel groot dat jij het gewoon weer terugkrijgt. Dus daarom spreek ik altijd over in remissie. Hè? Dus je brengt de ziekte helemaal slapend. Kijk, en ik ben al heel blij als mensen 100-150 gram groente, als ze dan de 300 halen, ben ik echt al heel erg blij. Alleen daarvoor is wel nodig dat je door de dag heen groente eet. En we zijn heel erg gewend om alleen 's avonds groente te eten. En niet als ontbijt. Maar dan zie je dat 250 gram groente is een half bord. Ja. En is een hele broccolistronk. Ja. Nou, dat is best wel veel. Ja. He, dus adviseer ik mensen vaak van, eet nu gewoon een goede soep. He, je kan heel makkelijk zelf soep maken, krijg je 150 gram groente gemiddeld binnen. Maak een lekkere salade, maak een groenteomelet van de restjes zeg maar, die je hebt van het avondeten. Dus
Je moet het mensen vooral heel, heel, heel makkelijk maken. Ja, ik begrijp dat dat in zijn algemeenheid is. Maar wat ik leuk vind is van ja, in Amerika dat er eigenlijk heel veel artsen zijn. Net als jij zelf ook. Weet je, je komt met iets van ik kan niet afvallen, et cetera. Of in je praktijk en uiteindelijk met een boek komen. En dat is allemaal zo rond middelbare leeftijd. En dat ben jij niet. En al tegen een muur aanlopen. Ja, ja. Of in één keer instorten en zelf eigen continu pilletjes hebben voorgeschreven. En dan merken het werkt niet. Nee. En dan heel fanatiek op zoek gaan. Ja. En dat ook online gooien wat hun bloedtesten zijn, wat ze aan het doen zijn. Met elkaar over aan het overleggen zijn. En daar komen wel spectaculaire resultaten uit. En dan is het dus wel echt als geneesmiddel. Ja. Dus van hoeveel tijd vasten. Want vasten is ook nog steeds iets wat blijkt heel veel genezing in te zitten, wat ook nog niet echt heel bekend is, maar waar we wel zien van, hé, daar gebeurt ook iets. Doe jij daar iets mee met vaste adviseren of is dat wel heel wild? Nee, het is niet heel wild hoor. Er is ook steeds meer over bekend. En wat we denken is dat het tweeledig eigenlijk, hè, en het laat de insulineresistentie afnemen. Ja. Hè? Dus je cellen worden gevoeliger voor insuline, waardoor er minder groeihormoon wordt geproduceerd. En het andere is dat het herstel, doordat het lichaam door vasten eigenlijk een soort, echt ook een beetje stress ervaart, maar gaat het helemaal in de reparatiemodus. Dus en de mitochondriën kan gewoon beter. Precies, dus je lichaam gaat gewoon repareren. Dus ik zet het soms wel eens in, alleen ik doe dat echt in overleg met de diëtist. Ik werk ook heel veel samen met gewoon ontzettend goede diëtist. Omdat wat je ziet als mensen bijvoorbeeld bij het periodiek vasten, dat ze maar 2 keer per dag gaan eten, is dat mensen vaak veel te weinig gaan eten. Ja. En wat er dan gebeurt is dat je aanvankelijk dat werkt, hè, dat je ook bijvoorbeeld gaat afvallen. Alleen dat lichaam, ik zei het al, is heel goed op schaarste. Je ziet dat de hele verbranding, de thermostaat gaat gewoon helemaal terug. En mensen vallen eigenlijk bijna niet meer af. Omdat het lichaam alles vasthoudt. Het schildklier gaat dan weer heel langzaam werken. Precies. Ja, want je stofwisseling gaat gewoon naar beneden. Want dat lichaam denkt, je gaat alles vasthouden. En die denkt, ik weet nooit wanneer de volgende hongerwinter weer komt. Ja. Dus vandaar dat je gewoon bijna niks meer gaat verbranden. En dus dat is wel iets wat ik altijd echt onder begeleiding doe. Omdat niet heel veel mensen daar heel goed mee om kunnen gaan. Ja. En de vetten, hoe zit het daar nou mee? Want als ik het goed heb, heeft Keen, zo heet hij, die onderzoeker die dat ooit bedacht. Bedacht van, het klinkt ook zo lekker. Vet is slecht voor ons. Ja. En weet je, dat doet de aderen dicht slippen. Ja. Dus we moeten stoppen met vet. En toen we dat zijn gaan doen, toen ging het even nog harder achteruit met de gezondheid. En met een explosie van obesitas, waar we nu mee zitten. En er zijn allemaal vervangende vetten gebruikt die nog veel slechter zijn. Dus misschien toch even goed dat je uitlegt, hoe zit het nu met de vetten? Ja, dat is altijd een heel moeilijk punt. Ja. Want daar is denk ik nog wel de meeste controverse, denk ik, om met name het verzadigd vet. Hè? Ja. Dus je hebt het onverzadigd, nou, dat is oké. En dan het transvetten, nou, daar zijn we allemaal wel over uit. Dat is het heel sterk bewerkte. Vaak in koekjes en snoepjes en chips. Waar zit het niet in? Waar zit het niet in? Hebben we ook kant-en-klaar producten. Ja, de Croma, mijn moeder ook. Ja. Weet je wel, hup. Ja. Ja, krijgt niet uit koelkast. Nee, dus het is al die bewerkte producten. Dat is transvetten, maar je ziet dat wordt wel steeds minder. Maar daar zijn we ook helemaal over uit. Dat zijn gewoon geen goede vetten. Maar de hele controverse is om de verzadigde vetten. Dat is bijvoorbeeld de volle yoghurt, de kaas, de noten. Kwark. Noten zijn met name onverzadigd. Ja. Ja, de cashewnoten zitten iets hoger. Dus het zijn vooral vlees, dus het zijn vooral die producten, roomboter natuurlijk, niet te vergeten. En die producten, ja, daar vechten wetenschappers elkaar nu al 10 jaar, denk ik, echt de tent over uit. Of het nou wel goed is of niet goed is. Of wel goed is of niet goed is. En je hebt daar echt 2 stromingen, hè. Je hebt echt een beetje de klassieke stroming die zegt, nee, verzadigd vet, is slecht. 50 jaar is gewoon super slecht, verhoogt het LDL, het slechte cholesterol. En je hebt nu een nieuwe stroming sinds een jaar 5 tot 10 die zegt, nou, weet je, zolang het onbewerkte vetten zijn, hè, dus echt zoals de natuur ze bedoeld heeft, dan is het waarschijnlijk helemaal niet eens zo heel slecht voor ons. Maar wat er werd gedacht is, kijk, vet heeft 9 kilocalorieën per gram en suikers maar 4. Dus werd er gezegd, van vet word je vet en van vet word je dus ziek. Alleen wat we nu zien, kijk, vet heeft ook gewoon een functie. Hè? 98% van al je celwanden bestaan uit vet. Je hersens hebben vet nodig. En veel. Maar wat je ziet is dat we zijn al die vetten gaan vervangen door suikers.
Met inderdaad gewoon obesitas, explosie door de insulineresistentie tot gevolg. Dus wat ik mijn patiënten heel vaak adviseer, is gewoon bijvoorbeeld om volle zuivel te eten. Want wat je ziet is dat mensen daardoor veel meer verzadigd, bijvoorbeeld yoghurt of kwark. En ze zijn veel meer melk. Verzadigd. Melk adviseer ik niet zo heel veel, omdat er relatief beter. Veel melksuiker in zit. Ja. Dus kijk, die gefermenteerde zuivel, dat doet echt nog wel wat voor de darmen. Dus is wel prettig voor je darmflora. Alleen gewone melk gebruik ik eigenlijk niet. Maar je ziet dat dat enorm verzadigt gewoon voor mensen. Dus dat ze, wat je ziet bijvoorbeeld bij een schaaltje mager kwark. Ja, 2 uur later heb je gewoon weer trek. En wat je gaat doen door elke keer maar de hele tijd te eten. Ja, is het dus zijn weer die insuline. Pieken. Het zijn elke keer weer die pieken. Die alvleesklier maakt weer insuline, groeihormoon. Stopt je vetverbranding. Dus mensen komen gewoon alleen maar aan. Of vallen niet af. En ja, daarom ben ik zo'n groot voorstander in het slim juist wel inzetten bij verzadigd vet. Zodat mensen veel meer verzadigd raken. Kijk, en ook daarbij moet je wel een beetje gezond verstand gebruiken. Ik heb ook wel eens mensen die gaan dan gewoon letterlijk 1 liter Griekse yoghurt per dag. Ja, kijk, het blijven calorieën. Kijk, het is volledig nutteloos om calorieën te tellen. Maar ja, het blijft energie. En overtollige energie slaat je lichaam op. Dus je moet nu ook geen liter Griekse yoghurt gaan gebruiken. Maar luister gewoon heel goed naar wat je lichaam nodig heeft. En als je verzadigd bent, dan stop je. En het liefst eigenlijk iets daarvoor, hè. Want je lichaam heeft 20 minuten nodig ook om dat te verwerken. Maar wat verzadigd vet inzetten voor je verzadiging en eigenlijk voor al je cellen, prima. Ja, we zijn al bijna door de tijd. Het is veel te bespreken. Even kijken hoor. Ja, het argument, het kost zoveel tijd. Ja, het is een non-argument. Ja, maar die zal jij vast veel horen. Ja. En dat daar is natuurlijk ook dat fast food of weet je, een boterham, waar we het net al over hadden. Dat is 9 van 10 keer niet goed. Maar het is wel een soort makkelijk concept. Het is plat, je kan er iets op doen en je hebt het zo klaar. Ja. Dus er zijn slimme dingen bedacht. En dan lijkt het, zeg maar, als je het echt zelf moet maken of gewoon het product laat, dat ingewikkelder is. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Je patiënten. Kijk, ik geef mensen vaak gewoon een lijstje mee. Hè, dus ook met allerlei handige tips. Dus bijvoorbeeld, die soepen zei ik net al. Maak die altijd in dubbele porties. Dus vries dan gewoon eentje in voor als je het heel druk hebt. Dat je het gewoon direct gewoon eruit kan halen. En dat geldt eigenlijk bij bijna alle producten die je bereidt. Hè, maak die in grotere hoeveelheden. Dat kost je eigenlijk geen tijd. Maar als je dan druk hebt, haal het gewoon eruit. Nou, je ziet in de supermarkt ook bijvoorbeeld de courgette pasta. Is daar denk ik wel een mooi voorbeeld van. Je kan hem zelf maken met een Spirelli, zo'n soort puntenslijper. Nou, dat kost je 2 minuten eigenlijk om zo'n hele courgette doorheen te halen. Een paar minuutjes bakken en je hebt een fantastische vervanger voor pasta. Maar als mensen dat nog te veel werk vinden, dan kan je die zelfs kant-en-klaar kopen. Ja. Hetzelfde met de bloemkoolrijst of de broccolirijst. En ik denk dat mensen... je moet het lekker vinden. Weet je, het moet lekker, makkelijk en goedkoop. En dat is niet zo sexy natuurlijk, maar dat is gewoon wel zo. Kijk, en je moet het lekker vinden, anders hou je het niet vol. Ik kom ook wel eens patiënten tegen en die ontbijten dan met... ik had er laatst een met havermout met gekookt water. Mm-hmm. Dan denk je, ja, godverdamme. Maak het wat gezelliger. Ja, godverdamme. Weet je, dat hou je toch gewoon niet vol. En het moet dus heel makkelijk, maar dat kan je dus ook als je bijvoorbeeld intoetste makkelijke koolhydraatarme recepten of zo. Ja, dan vind je zoveel. Maar kijk wel altijd naar de kwaliteit ook. Hè? Want ik leg ik altijd uit, een frikandel is ook koolhydraatarm, maar dat is natuurlijk echt een waardeloos product. Dus kijk wel dat het echt uit verse, onbewerkte ingrediënten bestaat. Ja, en het moet goedkoop ook voor mensen. Dus wat ik vaak adviseer is diepvriesgroenten. Als je diepvriesgroenten geen sausjes bij zitten... Dan is dat prima. Ook fruit, hè? Ook fruit. En dat is minstens zoveel vitamine zitten erin als dat het in het verschap zit. Omdat dat direct van het land echt gewoon heel kort wordt gekookt, geblancheerd en dan direct wordt ingevroren. Of ga naar een van de goedkopere supermarkten of aan het einde van de dag naar de markt toe. Dus je kan er allerlei... ik zou zo nog wel heel lang door kunnen gaan. Maar daar heb je allerlei hele makkelijke trucjes voor. En kijk bijvoorbeeld ook eens op Facebook. Iedereen is wel eens een keer tegen jouw probleem aangelopen. Hè? Dus vraag gewoon eens een vraag op fora, op Facebookgroepen. En zoek gewoon daarin contact met elkaar. Nou, dat is natuurlijk zo leuk dat er momenteel zoveel te vinden is ook op Facebook. En als je dan niet gemotiveerd bent of...
niet weet wat je moet koken. Ja. Het is allemaal zo... Iemand weet het vast ja. wel. Ja. Ja. Nou ja, en je, jouw boek. Ja, ja, ja. Nou ja, maar dat is gewoon heel leuk. Wat ik gewoon merkte, ik vind het heel leuk om die adviezen te geven natuurlijk in mijn spreekkamer, maar dat was 1-op-1. En ik dacht, ja, ik wil gewoon zo graag naar buiten brengen van wat is er nu bekend uit de wetenschap en hoe vertaal je dat nou naar hele makkelijke praktijkadviezen. Hè? En daarom hebben we ook, ik heb het nog met twee anderen gemaakt, Maaike de Vries en Tessie van den Boom. En ja, we hebben gewoon hele makkelijke recepten met relatief korte bereidingstijden. Met gewoon hele simpele ingrediënten die je bij elke supermarkt kan kopen. Want als ik al naar de toko of naar de reformzaak... Ja, dan houdt het al op. Dan houdt het voor mij wel een beetje op. Het moet gewoon een super toegankelijk boek zijn. Eigenlijk voor iedereen om mee aan de slag te gaan. Hoe ziet het vak huisartsen over 10 jaar uit? Ja, ik denk dus dat het veel meer gericht is op gezondheidszorg in plaats van ziektezorg. Ik denk dat we een ander stelsel hebben. Je ziet de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij bepalen eigenlijk van hoe ziet dat zorgstelsel eruit. Die zijn er nu ook al mee bezig om naar ook in andere landen te kijken van goh, kunnen we een ander soort van beloningssysteem? Welk land doet het wel goed? In Duitsland heb je een heel grote regio, zeg maar, waar het anders gaat. Meer preventief. Zweden, ja, en Scandinavië is daar heel ver in. Dus dat zijn echt enorme koplopers. Litouwen gebeurt heel erg veel. Dus daar wordt echt wel anders naar gekeken. Ja, en wat mijn droom is, en ik denk dus ook echt wel realiseerbaar, is dat wij als dokters heel anders gaan kijken gewoon naar ziektegerelateerde of leefstijlgerelateerde ziekte. En dat moeten we meer adviseren. Precies, en gezonde leefstijl staat op 1 en medicatie staat op 2. Bedankt voor het mooie gesprek. Heel graag gedaan.